First Lady Ingrid Boutersen-Waldering heeft wederom leerlingen blij gemaakt. De presidentsvrouwe heeft gisteren in de congreshal een groep pillen uit diverse instellingen, dorpen en buurtorganisaties gelukkig gemaakt met een goed gevulde schooltas voor het komend schooljaar. Dit alles kwam tot stand nadat de begeleiders via een brief een aanvraag voor donatie hebben gedaan bij de First Lady. Dit jaar zijn 6000 schooltassen verstrekt, waarvan 4000 geschonken zijn door de eigenaar van Red Apple. De overige 2000 schooltassen met inhoud zijn door het bureau van de First Lady bekostigd, met behulp van donateurs. De presidentsvrouw richt zich voornamelijk op sociaal zwakkeren, onderwijs, vrouwen en kinderen, de mensen met een beperking en seniorenburgers.